Je lekker te libberen of niet? Nee. Oké, nou Kiertje. We moeten er even eentje pakken. We moeten even een puppy pakken bij je. Zo. We moeten een kindje bij je pakken. Ja, een kindje. Nou, deze slaapt. Dus die pakken we dan. Ik moet er toch kijken. Oh, dat is de kleinste. Dat is de kleinste, jongens. Dat is de kleinste. Ja, nee, ze moet even gewogen. Hij moet gewogen worden. 1,72. Wauw. Die vreet echt goed. 1,72. Het is niet meer zo'n arm klein ding. Hè? Nou, dan gaan we die pikken. Dat is kleine meisje. Ja, tuttebol. Nou, ook op de weegschaal. En bordje hond hebben we. 1,94. Daar gaat ook nergens over. Ja, jij bent echt zo beschermend, hè, meisje. Dus alleen maar goed, hoor. Zei ik nou 1,94, toch? Oh, 1,94. Die gaan we naar partij hard. Ja, sorry Vlekkie, ik moet jou ook even doen. Kom maar. Oh, mama vindt het helemaal niet leuk. Oh, ze gaat ook steeds meer bewegen. 2,18. Oh, die krijgen ook genoeg. Jeetje. Ja, ze is... ik ben vandaag heel de dag te hoort geweest, jongens. En de baas wil die deken goed leggen. Ja, toen werd ze een beetje boos. Mocht niet. Toen begon ze een beetje te grommen. Meisje, ik moet nog eentje hebben. En volgens mij is die bij jou verstopt of niet? Even kijken wie dat is. Oh, 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 waar verstop jij je? Oh nee, jij bent die meid. Dan ben jij ons dikkie Strom. Ja, sorry. Oh, die wordt ook weer boos op me. Allemaal boos. Wow, zeg. 2,59. Kira, je moet ze niet zo veel aan de tiet leggen, joh. 2,59. Jezus, wauw. Oké, jongens, je zit natuurlijk nu verkeerd te kijken. Maar hier schrijf ik het allemaal op. En dan weet ik precies hoe ze op het schema zitten. Dat was het, Kira. Alleen moet ik even... Je dadelijk nog even één keer pesten, want je moet een schone deken hebben. Nou, deze moet even schoon. Ja, meisje, je doet het heel goed. Ja, hè. Die was een beetje paniek, hè, toen vrouwtje weg was, hè, vanochtend. Ja, de baas vertelde dat al. Ja, ik heb je ook gemist, hoor, meisje. Hè? Maar ze doen het goed. Ze zitten nu gemiddeld te boven gewoon, dus dat scheelt. Eerst zo van, nou, maar hoe langer ze drinken, des te meer ga je aanmaken, hè? Ja. Dus het komt er ook af en toe uit. Maar echt, ze mogen, ja, ik kan niet kijken of ze leggen te drinken. Echt waar. Ongelooflijk. Prinsesje van me. Gaat goed met je, hè? Ook, hè? Ja, hè? Je ogen weer even schoonmaken, zie ik. Even vieze oogjes. Maar kijk, ze is lurken. En je ziet ze eigenlijk groeien per dag. Dat is echt ongekend. Echt bizar gezicht hoe snel dat gaat. Ja, dan leg je hier eentje tussen zo. Bizar. En er zit eentje. Als die de kans krijgt om de puppy's in beslag te nemen, zou ze het doen, hè, Kira? En daar zit ze dan. Hé? Wat doe jij daar? En je wil erbij, hè? Ja. En dan zit ze uren zo. Uren zit ze zo te kijken. Jammer, jammer. Kunnen ze niet van mij worden dan? Ik kan ook een mama worden voor ze als ze moet. Hé? Ja, hè? Zeg maar, ik kan. Ik wil wel, hoor. Ja. Ik wil wel. Ja, dat dacht ik wel dat jij dat wilde. Ja, hè? Hele motor de botel is ervan. Ze heeft echt zoiets van, jammer, ik wil ook... Is ook kort geleden voor haar, hè? Dat ze ook een nestje heb gehad, half jaar wel, maar toch, hè? Nou jongens, het gaat gewoon weer hartstikke goed. En ja, ze liggen weer allemaal te lurken. Ik kan ook blijven filmen, jongens. Eigenlijk zag ze, oh, dat kan ik wel eens doen. Ik heb zo'n cameraatje, die je gewoon kan neerzetten. En die dan live iets mee. Dat is ook wel grappig. Daar ga ik eens over nadenken. Oh, en we hebben ook, dat was waar ook. Eerste keer dat ik een nestje had, waren de Crocs bij mij in. En die werden op de film gezet. En wat denk je? Ik denk, ik ga dat terug doen. We gaan gewoon nog een keertje doen. Tadaa! Nou, zijn die mooi of zijn die niet mooi?
Die zijn beter als de eerste filmpje toen, met die crocs. Ik heb die crocs aan, hè? Ja. En die zagen er niet uit. En ik zat die puppen te filmen en dan zag je die crocs ook. Dus ik had echt zoiets van, shit, dan zien die mensen dat ik een crocs aan heb. Ja, mensen vonden het leuk. Ik dacht, nou, oké. Dus deze had ik gekregen van een vriendin. Ik dacht, nou, introduceren die dingen. Dus ik ben benieuwd, als ze dadelijk gaan rennen, of ze ook de douchematje meenemen. Hé? Dat was ook geweldig, de eerste nestje toen. Liepen ze met die douchemat te slepen met z'n allen. Maar dat kan je zien op de Facebook-site. Al die filmpjes staan er ook op, dus dat is wel grappig. Dan moet je eens kijken, joh. Ja, ik lul weer te veel. Ik weet het. Ik kan het echt niet laten. En soms denk ik wel, nou, stop er eens mee. Doe gewoon lekker muziekje. Ja, dat deed ik bij de vorige. Nou, toen heb ik het gehoord, hoor. Nee, dat was niet de bedoeling. Het was geen succes. Ja, ze eet 4 keer het dubbele. Hé, meid? 4 keer, hè? Hé, je bent kapot, ja, iedere keer. Oh, god, arme meid. Dadelijk lekker komen, lekker chillen. Dan ga je hun laten slapen, dan kom je gewoon bij me zitten, gezellig. Maar jullie zien het, ze komen echt niks tekort door beiden. Dat is wel duidelijk. Oeps, ik ga maar stoppen, want het is al 6 minuten. 6 minuten gelul van mij te horen. Nou, wordt vervolg, jongens.